Afgelopen week had ik de eer om Tom de Boer, een oud klasgenoot van mij, maar inmiddels Olympisch finalist, wereldkampioen en wereldrecordhouder in het zwemmen. Hij is op best wel latere leeftijd doorgebroken op internationaal niveau en hij blijft maar doorgroeien en beter worden, ondanks dat hij nu op zijn 30ste verjaardag nog steeds een topniveau heeft. Ik vond het een geweldig interview, leerresultaten over hoe hij de top heeft gehaald, hoe hij is door blijven zetten, ondanks dat hij niet altijd bij de nationale ploeg zwom, hoe hij bepaalde mentale vaardigheden gebruikt die ook Max Verstappen en Erben Wennemars gebruiken om hun prestaties te verbeteren. Veel plezier met het interview en laat zeker weten wat je geleerd hebt hiervan, want het is weer een inspirerende spreker. Veel plezier met het interview van Tom de Boer. Tom de Boer, eindelijk hebben we een plekje gevonden en tijd gevonden om even af te spreken. Fijn. Heel goed. Ja, ik kom meteen van de goede voornemens af, toch? Ja, meteen gedaan. Dat was mijn goede voornemen voor dit jaar, inderdaad. Had jij nog goede voornemens trouwens? Wie heb je gedaan? Goede voornemens? Nee, ik heb niet heel veel goede voornemens, nee. Of in ieder geval niet als doel gesteld. Misschien de enige dat het sportief nog een mooier jaar mag gaan worden. Oké. Okay. Daar hoop ik in ieder geval. Ja. Ja. Heb je dan ook bepaalde doelen? Zeg maar, of zeg je gewoon corona moet afgelopen zijn, ik wil er normaal van. Nee, corona is natuurlijk heel vervelend. Ik moet zeggen dat ik persoonlijk, naast dat je niet kan uitgaan, er niet super veel van merk, omdat ik mijn topsport nog kan bedrijven. Ja. En ja, thuiswerken, dat gaat ook gewoon door. Ja. Maar ik hoop wel dat er weer publiek mag komen. Ja. Ja. Maar op sportief gebied hoop ik wel dat, dat ik nu ook individuele medailles ga winnen. Ik heb nu heel veel wat medailles gewonnen, maar allemaal met estafette. Team, ja. Ja. Ook heel mooi. Ja, ik wou net zeggen, je moet het toch elke keer afmaken. Ja. Jij bent vaak als laatste, ja. Dus ja. Je moet het toch doen. Ja. Dat is gaaf, maar ja, ik snap het wel. Maar nu, dit kwartje moet mijn kant op gaan vallen dit jaar. Ja. Individueel gezien dan. Oké, goed. Ja, want ik wilde gaan starten wel het gesprek met drie woorden. Olympisch finalist, wereldkampioen en wereldrecord gezwommen in één jaar. Ja, klopt. Dat is wel... Ja. Als ik eraan denk, eigenlijk een droom voor mij. Hoe zie jij dat? Dat heb je in één jaar gedaan, op je 29ste nog. Relatief misschien laat, ik weet niet of dat het zwemmen ook zo is. Ja. Altijd daarvan gedroomd en aan gedacht toen je aan het zwemmen was? Of, Ik moet zeggen dat een aantal jaar geleden ik niet had verwacht in deze positie te zijn. Nee. Ik ben eerder, toen ik nog studeerde, ben ik gestopt met mijn studie om naar het Nederlands team te gaan. Ja. En dat was eigenlijk niet een geweldig jaar. En toen heb ik ook tegen mezelf gezegd, oké, is het een reële kans dat ik nu voor nog 3 jaar alles opzij ga zetten om de Olympische Spelen überhaupt te halen? Ja. Dat vond ik op dat moment niet reëel genoeg. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, oké, dan moeten we gewoon weer een stapje terug gaan doen. Doen we wel weer mijn master, maar ook gewoon zwemmen bij clubniveau. Ja. En uiteindelijk ging dat gewoon heel, heel goed. Ja. Destijds had ik niet verwacht dat ik de Olympische finale zou gaan zwemmen. Nee. Mooie droom, heel goed. Je zegt al, je hebt de verschillende fases gedaan. Ik wil even helemaal terug gaan naar het begin. Voor de misschien jonge luisteraars, die zijn nog halverwege hun carrière, misschien 15, 16 jaar. Hoe ben jij begonnen met zwemmen en hoe heb je dat pad een beetje bewandeld? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, ik kom ook uit Alkmaar, net als Kars. Ja. We hebben middelbare school samen op school gezeten. Ja. Maar toen wij jong waren, woonden we aan het water. En mijn vader zwom ook vroeger. En dat waren eigenlijk... ten eerste moesten we natuurlijk op zwemles, omdat het gevaarlijk zou kunnen zijn met het water waar we aan woonden. Ja. En ten tweede was het een makkelijk bruggetje, omdat mijn vader vroeger ook gezwommen heeft. En nu nog steeds ook zwemt. Ja. Maar hij nam ons dan mee naar het zwembad. En uiteindelijk bleken wij, niet alleen ik, maar ook mijn broertje en mijn twee zusjes, best getalenteerd te zijn in het zwemmen. Ja. Eigenlijk sinds jonge leeftijd, sinds ik mijn A-diploma ben begonnen, ben ik eigenlijk wel met zwemmen bezig geweest. Ja. Ja. Altijd met wedstrijd zwemmen dan? Of had je eerst je diploma en toen maar weer dacht, wel eigenlijk altijd met wedstrijd zwemmen. Ik wilde vroeger ook heel graag op voetbal, maar uiteindelijk is dat nooit van gekomen. Nee. En zwemmen bleek ik gewoon goed in te zijn. Ja. Altijd misschien leuk gevonden. Je hebt altijd wel een periode dat je het misschien minder leuk vindt. Ja. Maar ik vind het nu heel leuk en de aanhouder wint. En dat was destijds misschien ook wel zo. Ja. Je had tijdens de middelbare, wij zaten samen op de Wereldbouw, loodschool, altijd veel trainen. Ik weet, ik hoefde dan nooit 's ochtends te trainen, maar ik weet dat altijd de zwemgroep, die kwam altijd 6 uur 's ochtends lagen die al in het water.
En dan gingen ze trainen. Ja. Hoe heb je dat ervaren dan tijdens de middelbare school? Ik weet dat ik dan, weet ik het, het tweede uur van die dag altijd een ongelofelijke inkakker had. Ja. Ja, dan merk je toch dat je toch wel iets te vroeg bent opgestaan. Ja. En daar heb ik nu nog steeds moeite mee. Ik heb deze week toevallig ook 2 keer om 6 uur getraind tot 8 uur. En ja. Ja, dat is nog steeds niet mijn specialiteit. Nee. Hoewel ik vroeg naar bed ga, maar ja, ik ben er gewoon niet goed in. Ja. Ik train liever in de avond. Ik train liever in de avond. Ja, dan heb je misschien wel de verkeerde sport gekozen. Want ik had het idee dat zwemmen altijd in de ochtend. Ja, klopt. Toen moesten we nog 2 maal per dag trainen. Dus zowel in de ochtend als in de avond. En nu ben ik echt uiteindelijk een echte sprinter geworden. Ja. Dus mag ik 1 van de 2 momenten kiezen. Okay. En dan kies ik niet de ochtend. Mooi. Dus ja, kunnen we uitslapen. Ja. En nu, want toen tijdens de middelbare school was jij aan het trainen en studeerde tegelijkertijd. Daarna heb je je studie gedaan. Ja. En nu werk je ook nog eens naast het zwemmen. Dat doen niet veel zwemmers. Nee, klopt. Dat klopt. Ja. Dat komt voornamelijk denk ik omdat heel veel zwemmers niet een pure sprinter zijn die alleen maar 1 baan hoeft te zwemmen. Ja. Als jij meer dan 1 lange baan, heb ik het dan over, als je meer dan 1 lange baan goed in wil zijn, dan heb je gewoon meer trainingsuren nodig. En dan kan je vaak niet wegkomen met 1 trainingsmoment op de dag. Ja. En dat is voor mij denk ik de belangrijkste reden waarom ik ook 40 uur naast mijn zwemcarrière kan werken. Ja. Ik maak altijd voorbeeld, stel Ferry Weertman die doet de 10 kilometer op water. Dat is dus 2 uur lang aan 1 stuk zwemmen. Ja. Ja, waarschijnlijk ietsje sneller, maar ongeveer. Ik hoef maar 20 seconden naar de overkant te komen. Ja. Dus hij moet vele malen meer trainingsuren maken om goed te zijn in wat hij goed kan. Ja. Waar hij goed in wil zijn. En dat is bij mij totaal anders. Hij zou het veel lastiger hebben, denk ik, om naast al die trainingsuren die hij maakt, ook nog eens 40 uur te gaan werken. Ik denk niet dat, voor mij zal dat niet haalbaar zijn om dat te doen. Oké. Gaaf. Ik kwam laatst een stukje tegen van de NOS, was je geïnterviewd, toen zat je nog op de universiteit ook. Moest je het lokaal wel vinden, want je was niet heel vaak, zag je die commentator. Nee, dat is een leuk stukje. Was grappig. Wat me aansprak, zeker ik als sportpsycholoog, is dat jij toen in die tijd net een beetje internationaal doorbreken was. En toen ging je naar Kopenhagen, naar de EK. Kopenhagen, EK inderdaad. En daarvoor had je een wedstrijd in, ik dacht Abu Dhabi of zo, of in ieder geval ver weg. En toen zei die presentator, had je last van spanning, want er kan best wel druk op komen als je denk je internationaal moet. En jij zei, nee, net als in Nederland op de baan zijn het gewoon een paar jongens en meiden die aan het zwemmen zijn. En dat is het, dat gaf niet extra druk. Nee. Hoe was dat bij de Olympische Spelen? Dacht je toen nog steeds, het zijn gewoon een paar jongens en een paar meiden die aan het zwemmen zijn in het water? Uiteindelijk is dat natuurlijk zo. Ja. Maar we hebben er wel voor gekozen om... Laat ik ietsje verder teruggaan. Vorig jaar in Budapest hebben we ook een toernooi gehad. En daar zwom ik al week in, week uit, zwom ik tegen de wereldtop. Ja. Ook op mijn afstand. Ja. Hoewel het wel een korte baanwedstrijd was, deed ik daar constant met de wereldtop mee. Of ze nou in vorm waren of niet. Ik was ook niet per se in vorm. Want het was niet een hoofdtoernooi, voor niemand niet. Ja. Maar daar deed ik echt niet onder voor sommige echt bekende wereldsterren. Ja. In ieder geval zo wat. Ja. Dat was wel gewoon een eye-opener van waarom zou ik van die gasten moeten verliezen? Ja. Omdat zij, dat was wel iets waarmee ik daarna terug naar huis ging eigenlijk. Desalniettemin hebben we wel in het traject naar de Olympische Spelen, want ik was kort na, had ik me geplaatst in december. En dan in de Olympische Spelen waren eind juli voor mij, hebben we wel zoveel mogelijk toch wel internationale wedstrijden gekozen met een sterke bezetting waar wel de namen van mijn coach en ik een beetje inschatten dat zij ver zouden gaan komen tijdens de internationale. Ja, dus dat ik in ieder geval niet onder de indruk zou zijn. Ja. Niet dat ik dat per se snel ben, maar dit nam het wel weg. En ik denk dat het een hele goede keuze is geweest dat we dat hebben gedaan. Want uiteindelijk, toen ik in de Olympische finale stond, er was maar 1 man waarvan ik nog niet had gewonnen. Meerdere keren. Ja. En dat was Caleb Jessel, die is uiteindelijk Olympisch kampioen geworden. Maar al die andere jongens die daar in de Olympische finale zwommen, heb ik meermaals van gewonnen. Ja. Dus ik heb daar wel aan de toen hoorde je daar, this is the Olympic final. Ja. Ik dacht van, wow, dit is wel vet. Ja. Ik had daar heel lang naar gekeken, maar ik dacht wel van, oké, als ik nu gewoon mijn beste race ga zwemmen, dan hoef ik echt niet te verliezen van die gasten. Nee. Het,
van al die gasten op die ene Amerika na, want dat is gewoon, ja, die kan eigenlijk bijna goud ophalen. Ja. Tuurlijk, het is nooit gedaan totdat hij, moet ook, doen. Ja. Totdat hij aangetikt heeft. Ja. Hij kan ook een valse start maken. Ja. Maar dat was niet reëel dat ik daar zou gaan winnen. Maar achteraf had het echt een goede kans. Ik hoefde maar op mijn berg te zwemmen en ik had gewoon een medaille gewonnen. Ja. Ja, helaas kwam dat er niet uit. Maar ik was daar wel heel relaxed voor de finale. Ja, ja. En toen je die omroeper dan iets hoorde zeggen, deed het dan wel iets met je? Ging dan je hartslag omhoog? Je had net in het gesprek persoonlijk al gezegd van je houdt wel een beetje van die spanning of die ja. druk heb je een beetje nodig. Ja. Dat is bij elke sport zo, je hebt spanning nodig. Nou, het was meer van, tot aan dat moment voor de start van de finale 50 vrije slag, toen ben ik, omdat ik mijn voortraject naar de Olympische Spelen toe zo goed was, want uiteindelijk een maand voor de Olympische Spelen zong ik een tijd waarmee ik nu derde zou zijn geworden op de Olympische Spelen. Yeah. Dus er was gewoon echt een reële kans om daar iets te gaan winnen. Yeah. Maar omdat dat zo goed gegaan was in het voortraject, dan stel je ook best wel hoge doelen als je daar gaat zijn. Dus mijn absolute doel voordat ik naar de Olympische Spelen ging, was gewoon het zwemmen van de Olympische finale. Als je dan daar ligt, het is niet per se heel tactisch een 50 meter, het is gewoon zo snel mogelijk naar de overkant. Ja. Misschien een heel klein beetje tactiek dat je niet te snel begint, ook al is het maar één baan. Ja. Maar het was meer dat ik voornamelijk bezig was gedurende de OS om die finale te behalen. Dus ik start de series, oké, ik ben door. Volgende race, morgenochtend moet ik de halve finale. Ja. Volgende ochtend, halve finale. Oké, kom op, doe je ding. Nu moet je goed zijn om de Olympische finale te gaan halen. En ik wist wel dat ik het kon, maar ik moest het wel doen. Ja. En ik denk dat dat het meest stressvolle moment is geweest. Voor mijzelf, vooraf. Ja, met de halve finale. Ja, met druk. Ja. Omdat dit het moment was dat ik moest gaan halen wat ik moest gaan halen. Ja. Want ik wist dat ik het zou kunnen. Dat heeft mijn tijden aangetoond dat ik het moest gaan halen. Maar ik moest het wel doen op dat moment. En toen ik de Olympische finale behaald heb, toen viel er eigenlijk juist een last van mijn schouders. Ik dacht, oké, ik heb de Olympische finale gehaald, ik hoef nog maar één keer het trucje te doen. Ja. En als het de goede kant op valt, dan pak ik gewoon een medaille. En dat vond ik eerder gaaf. Ik had behaald, ik had het behaald, het zwemmen van de finale. En ik had ook in mijn achterhoofd, ik heb al die jongens al verslagen op die ene jongen na. Dus waarom zou het niet kunnen? Ja. Zo stond ik er wel bij. Ja, tuurlijk. We hadden net voor het gesprek ook wel even gehad over focus en waar je op zou moeten focussen of willen focussen tijdens een race. Ja. Dus zei ik al, je wilt eigenlijk niet bezig zijn met de uitkomst of het winnen, want daar kan je niks aan doen. Het enige waar je iets aan kan doen tijdens je wedstrijd is je techniek of je tactiek of ja, wat puntjes die belangrijk zijn. Ja. Kon je daar extra op focussen tijdens die halve finale of vond je dat lastiger omdat je toch druk voelde? Nee, ik moet niet zeggen dat ik daar per se extra op gefocust heb. Nee. Mijn Achilleshiel in de 50 meter vrije slag is de start- en onderwaterfase. Dus het eerste gedeelte van je race, ja. Tot en met 15 meter. En het tweede gedeelte is juist waar ik heel sterk op ben. Dus ik dacht, ik denk eigenlijk nooit echt heel vaak aan het tweede gedeelte, omdat ik dat gewoon op automatische piloot toch heel erg goed gaat. Ja. Maar het eerste gedeelte van de race, dus meter 0 tot 15, is juist is voor mij heel belangrijk om daar het verschil in positieve zin ten opzichte van mezelf te maken. Ja. Als ik ergens op focus zal daarop zijn, maar ik heb me niet per se extra gefocust. Anders ga ik misschien te veel nadenken. En ik moet ook een beetje, ondanks dat ik het terug lekker vind, moet ik ook niet al te moeilijk gaan doen. Ik heb al duizenden keren in mijn leven gestart. Yeah. En ik kan het wel. Yeah. Ik moet alleen die puntjes op de i zetten. Ja. Nou, dan wil je ook geen hyperfocus hebben, nee. Inderdaad, en dan ga je te veel over bepaalde dingen nadenken. En het is dermate complex een start, dat je moet je gewoon op één ding focussen eigenlijk. Er zijn zoveel schakels, dat het moeilijk is om op al die dingen tegelijk te gaan doen. En dan gaat het eigenlijk niet goed. Oké, ja, dat was een beetje mijn introotje naar de sportpsychologie toe dan. Want ik zou sporters graag vaardigheden willen geven of ervaringen willen geven van sporters, hoe ze met bepaalde dingen omgaan. Om met die spanning om te gaan bijvoorbeeld, en focus, daar hadden we net al even over gehad. Een van de dingen om je goed voorbereiden voor die wedstrijd is ook het visualiseren. Of even die race één keer voor je te hebben gezien, hoe je dingen doet, om klaar voor te zijn. Doe je dat? En zo ja, hoe en wanneer ben je daarmee bezig? Ja, en sinds een paar jaar doe ik dat. Ja. Zwemmen is eigenlijk heel technisch, en vooral op de korte baan is het omdat er dan
het zwemmen per se is niet super technisch, het is het wel, maar aangezien dat van wat meer automatisch bij mij komt, het zijn juist bij ons, zo noemen we dat dan, de skills, dus de start en het keerpunt. Ja. En in een korte baan zijn er meer keerpunten. En aangezien dat ook het afgelopen half jaar de overhand heeft gehad, ben ik heel vaak in de voorstart, noemen wij dat, de callroom, toch even de puntjes op de i aan het zetten op het technische gedeelte van de skills. Ja. En bij een start is dat dan bijvoorbeeld dat je je armen wat verder voor je uitstrekt in plaats van te veel naar beneden. Want als je dan te veel naar beneden gaat, dan kom je te diep. Ja, geen duiken. En dan moet je een extra omweg maken. Dat is niet voordelig natuurlijk. Nee. En bij een keerpunt is het juist dat ik moet proberen met het momentum wat ik met mijn slag heb, dat mee te nemen in mijn draai. Zodat je een snellere draai maakt. Ja, logisch. En dat soort punten, dan doe ik even mijn ogen dicht en dan doe ik dat 3 keer in mijn hoofd nog een keer. En dan op het moment dat het moet, geloof ik wel dat je, omdat je er net op gefocust hebt, dat het dan meer automatisch komt. Ja. Dus dat helpt mij wel. Ja, oké. En je zei, je bent er een paar jaar mee bezig. Ik weet dan toevallig dat jij een paar jaar terug ook de overstap hebt gemaakt. Eerst van Alkmaar dacht ik en toen naar Amsterdam toe. Ja. Daar werd het veel serieuzer. Daar was ook een beetje dat interview afgenomen toen. Was dat moment dat je daarmee aan de slag ging, was er iemand die jou dat vertelde of ben je daar zelf een beetje mee begonnen? Nou, misschien dat ik het onbewust zelf wel gedaan heb. Ja. Omdat teamgenootjes het wellicht deden, maar ik weet wel dat mijn vorige coach, Rob Schut, mijn coach heet nu Job van Duin, maar Rob Schut, die is hiermee begonnen. En toen hadden we bijvoorbeeld een bepaalde belangrijke set, dus een zwemset in de training, maar dan deed je wel je racebroek aan, je snelle bril en badmuts op bijvoorbeeld. Dus dan maak je dit wel serieus. Dus dan wil je ook een serieus benadering van hoe jij, ook al is het een training, maar wel die set gaat zwemmen. Ja. En voor mij was dan die set bijvoorbeeld 3 keer mijn raceafstand, 3 keer een 50. Maar dan deed je wel, deed bijvoorbeeld een handdoek over je hoofd. En dan deed dan een soort van startsignaal voor. Ja. En dan moest je zo gaan visualiseren dat je je hand moest steken wanneer je dacht te hebben aangetikt. En dan moest je zo dicht mogelijk bij de tijd zitten waarvan je van tevoren dacht dat je zou gaan zwemmen. Ja. En dat soort dingen, dat laat wel zien dat je dan gewoon je hele ritueel eigenlijk doet. En daarna ook je slagen aan het tellen bent en hoe je aan gaat komen bij de muur. Ja. Om wanneer het in het echt moet. Dat je toch nogmaals ietsje meer op automatisch komt. Goed. Heb je al het filmpje gezien van Erben Wennemars? Die werd ook geïnterviewd door Mart Zweets, was volgens mij. En die moest er ook visualiseren. En die ging toen nog 500 meter schaatsen. En die was ook echt op een paar tienden nauwkeurig gewoon van zijn. Ja, ik heb het ook een keer, het staat ook ergens op YouTube van Max Verstappen. Dan moeten ze een bepaald parcours, waar ze dan zijn. Ja. Dan moet 1 minuut 45 of zoiets. En daar zat er, ik weet niet hoeveel honden ze vanaf. Ja joh. Ja. Oh, wat gaaf. Ja, dat is cool. Als je het zo goed in je hoofd hebt zitten, dat moet ook eigenlijk wel. Als je in het scherpst van het snelle zit, dan moet je gewoon die hele baan kunnen dromen eigenlijk. Ja. Hoe weer dat kunnen doen. Ja, cool. Gaaf. Tweede dingetje, misschien voor jou wat minder van toepassing, omdat je zegt, ik heb niet zoveel last van spanning, maar we doen ook vaak met ontspanningsoefeningen wat, om je lichaam vooral wat te laten ontspannen, zeg maar, spierontspanningsoefeningetjes. Ja. Vaak is het zo, als je een wedstrijd hebt, dan kan je spanning hebben en dan gaat dat in je lichaam zitten. Dan word je gewoon verkrampter dus gaat die spanning gewoon letterlijk in je spieren zitten. En daar hebben we oefeningen om die spieren te laten ontspannen. Ben jij daarmee bezig? Kun je dat wel eens? Nee, niet per se. Eigenlijk bijna niet. Niet speciale oefeningen, maar wat ik wel heb is dat als ik meerdere wedstrijden op een dag heb, stel er zit een uur tussen of zoiets, dan ga ik na die ene belangrijke race in het begin, en dan de tweede race is ook belangrijk bijvoorbeeld, dan ga ik daartussen, doe ik eigenlijk niet zoveel. Want ik weet dat mijn lichaam al opgewarmd is. Ik heb al mijn opwarming gedaan en mijn eerste race gezwommen. Ja. Dus mijn lichaam heeft dan niet nog een keer een hele relatief lange aanloop om nog een keer een tweede race te gaan zwemmen, want die tijd is er gewoon niet. Nee. Dus dan zorg ik dat ik even korte warm-down doe. En dan ga ik gewoon zitten, bijvoorbeeld even gewoon 3 kwartier doe ik op mijn oortjes in, toch gewoon een beetje chillen focus. Ja. En dan gaan we nog een keer. Ja. En eigenlijk ook als ik maar 1 keer hoef te racen, dan zorg ik dat ik een echt een goede warm-up heb. En dan toch ga ik nog even zitten om gewoon even te chillen, om niet te druk te zijn, vooral in mijn hoofd, denk ik. Nee. En dan ben ik klaar. Ja, goed. En op het geest
zelf specifiek, want mindfulness of meditatie is echt een ding wat opkomt de laatste paar jaren, steeds meer, hoor je het ook in de sport wel toegepast worden. Doe jij dat? Of weet je dat van teamgenoten die daarmee aan de slag zijn? Nee, ik ken niet veel mensen, in ieder geval in de sprintwereld zie ik het niet veel gebeuren. Nee. En zelf zou ik er ook wat minder behoefte aan hebben, want aangezien ik juist voor de start wel met een relatief hoge hartslag sta, ja, je moet gewoon goed op spanning zijn van ja, de sprint. Ja. Dus ik zou wat minder snel mindfulness doen, denk ik. Maar ja, zoals ik net zei, ik vind het wel chill om wel tot een kwartier voor mijn race gewoon even een beetje blanker te zijn. Ja, een beetje niet te veel moeite hoeven doen. Nee. En het liefst heb ik dan ook niet dat er al te veel mensen, dat er een chaos om me heen is. Ja. En zonder, ja, ik wil niet zeggen dat ik heel graag afzonder of zo. Nee. Maar als het te druk wordt, dan vind ik het gewoon afleidend. Ja. Dus jij zou het liefst dan even alleen in een kamer zitten? Nou, liever alleen in een kamer, maar dan doe ik gewoon oortjes in. Dan ga ik gewoon ergens relaxed tegen de muur aan zitten of zoiets. Ja, dan is het gewoon minder druk, minder afleiding. En ik denk dat het ook gewoon minder energie kost. Ja, snap ik wel. Worden daar wel eens, ik wou zeggen, misbruik van gemaakt, weet ik niet. Maar ik kan me voorstellen dat je dan met heel veel sporters bij elkaar in een bepaalde ruimte zit. Dat mensen elkaar wel eens proberen af te leiden of zo, of dingen te doen. Of, op zich valt dat wel mee. Ik denk niet dat dat op dat moment het geval is, aangezien je vaak met je team zit. Ja. En ik denk niet dat Nederlanders onder elkaar, of in ieder geval als je in Nederland het Nederlands team bent, dan zal je dat niet snel doen. Omdat je elkaar misschien nodig hebt. Ja. En het is gewoon niet collegiaal. Nee, doe ik niet. Maar alsnog kan je wel, als jij ergens nog maar 20 minuten hebt en voordat je race begint en je zit daar en iedereen moet om jou heen bij zijn of haar spullen, dan is het alsnog gewoon een beetje vervelend. Ja. Dus ergens toch in je persoonlijke ruimte misschien wel komen. Ja. Dus dat, daarom van daar zou ik me dan afzonderen. Maar tot nu toe heb ik nog niet echt hele absurde dingen gehad wat andere gasten doen. Nee. Ik ben eigenlijk met alle mijn concurrenten best bevriend of zo. Ja, goed. Nou, niet per se bevriend, misschien met iedereen, maar nooit iets negatiefs. En sommige jongens die proberen wel eens wat te doen, die maken bijvoorbeeld een hele harde gil voordat ze naar buiten lopen, de kolom uit. Ja. Dus tijdens de Olympische Spelen was dat zo, bij de halve finale. Dat was een Braziliaan en hij loopt op en maakt een soort van hele gekke kreet. Ja. Dus al die officials daar, die zitten te kijken van wat doet die gast nou? Gebeurt hier, ja. Maar ja, omdat ik ook zojuist, zoals ik vertelde, in het voortrekt ook vaker tegen die jongen had gezongen, dan deed hij dat ook. Ja. Maar hij doet het misschien niet per se om ons af te leiden, maar meer om zichzelf op te poppen. Ja. En ik wist toch al dat hij dit ging doen, dus ik was er ook niet van onder de indruk bijvoorbeeld. Het valt eigenlijk wel mee hoeveel, tot nu toe, wat ik heb meegemaakt. Ja. En ik denk ook niet dat ik er heel vatbaar voor ben. Nee. Ik zal snel denken, er is wel een goed verhaal over een Amerikaanse zwemster die bij Inge de Bruin in haar baan spuugde, net voor haar race. Oh, echt waar? Ja. Okay. Om gewoon haar uit haar focus te halen. Yeah. En ik zit me nu voor te stellen hoe ik daarmee om zou gaan. Ik denk dat ik dan zou denken, moet je lekker doen. Ik moet gewoon zo meteen mijn race gaan. Met je taak bezig zijn. Ja. Dat is maar niet precies op het punt is waar je het in laat gaan. Eroverheen, ja. Maar voor de rest zou ik me daar niet heel veel, het zou me niet heel veel boeien wat iemand doet. Nee. In judo kan ik dus ook niet heel veel herinneren, zeg maar, bij het voetbal bijvoorbeeld, maar dat zijn veel meer kamers en veel meer mensen bij elkaar en zijn heel goed bij elkaar. Die lopen wel een beetje te stangen en te fucken, weet je, bij elkaar en dat is... Maar dat is een zwemmen totaal niet. Je ziet elkaar pas net voordat je moet zwemmen. Je moet altijd wel een kwartier van tevoren ongeveer aanwezig zijn. Ja. Maar het is niet zo dat je tegen elkaar aan moet staan omdat je moet verdedigen zoals bij het voetbal is. Nee. Je hebt daar gewoon je eigen ruimte, of in ieder geval je eigen stoel bijvoorbeeld. Ja. En daar hoef je niet... Iemand zal niet helemaal tussen tegen je aan gaan tikken, want anders sta je gewoon opgeërgerd zal zitten. Ja. Anders zou je het alsnog tegen de officials kunnen zetten. Ja, dat zou raar zijn inderdaad. Oké. Okay. Ander ding waar we het wel eens over hebben is self-talk, of hoe je bepaalde dingen tegen jezelf zegt. Soms kan het tijdens een race zijn dat je vermoeid bent, dat je dan een bepaald woordje tegen jezelf zegt om je weer even een prikkel te geven. Of dat je vlak voor een wedstrijd, als je focus moet hebben, even één woordje in jezelf zegt, verhaalt. Om weer gefocust te zijn. Ja. Heb je dat? Doe je daar iets mee? In mijn race doe ik dat wel. Ja. Vooral eigenlijk... dat doe ik wel. Het is meer ook op technische aspect, denk ik. Ja. Stel, het is een korte baanwedstrijd waar ik meerdere keer moet maken.
ik moet dan niet in mijn laatste slag voor het keerpunt een ademhaling maken. Ja. Want je verliest dan je meer gestroomlijnde positie. En als je een ademhaling doet, dan heb je dus minder snelheid het keerpunt in. Dus je kan minder snelheid draai maken. Ja. Dus zeg ik altijd tegen mezelf, als ik net niet perfect uitkom, van oké, niet ademen. Ja. Want anders verlies je meer dan dat je nu aan het verliezen bent. Ja. Ja. En op een lange baan heb ik het meer hoe ik het indeel, mijn 50 meter vrije slag. Dus dan zeg ik op 35 meter, dan moet je nog 15 meter, maar je hebt wel een soort van ademnood. Want je bent 20 seconden volle bak aan het geven zonder dat je een hapje lucht neemt. In ieder geval, de mannen doen dat. Ja. Dan zeg ik wel oké, nu benen erbij of versnellen. Want als je, dat blijkt wel meer, als je niet een soort van versnelling mentaal aan het maken bent in het water, dan zakken je frequenties van de zwemslag. En nu niet dat, ondanks dat jij denkt te versnellen, versnel je niet, maar het blijft wel constant. Ja. En als je niet dat mentale versnellen doet, dan zak je juist in frequentie. Ja, oké, gaaf. Dus dat is wel iets wat ik dan tegen mezelf zeg. En ik zou zeggen dat als ik onder vermoeidheid een race moet zwemmen, dan probeer ik me altijd aan het plan te houden van oké, kom op, doe het gewoon. Want mijn sterke punt is juist gewoon het raceplan uitvoeren en niet te easy erin gaan. Want mijn snelheid komt juist makkelijk. Dus ik moet ook mijn makkelijk sneller benutten en niet te langzaam starten. Kijk, ik word wat sneller moe als sprinter zijn. Ja, ja, ja. En dan heb ik niet mijn specialiteit benut, wat het eerste stuk van mijn race is. Ja. De afgelopen periode heb ik 5 weken na gezwommen. Best wel vaak een soort van afvalrace gezwommen. Dus dan ben je onder vermoeidheid, moet je nog een keer een race hebben. Ja. Dat is die 3 races die dan op 1 dag plaatsvinden, bedoel je dan? Ja, maar dit was dan elke 3 minuten na elkaar. Je moet eerst eigenlijk wel maximaal zwemmen. Omdat de concurrentie dermate goed was. Want dat is gewoon de wereldtop waar je tegen aan het zwemmen bent. Ja. Dus dan stapelt het lactaat voor die sprinters stapelt zich enorm op. En dus de tweede, ik bleek er uiteindelijk heel goed in te zijn. Ik heb het niet 1 keer verloren van alle 4 keren. Oké, nice. Maar dan bij de tweede zie je gewoon dat sommige mensen toch al wat minder goed zijn dan je verwacht het misschien. Of in ieder geval dan dat ik was. Ja. Terwijl ik niet op dat moment het achterste van mijn tong liet zien. Omdat ik wist, oké, ik ben nu de afvalrace aan het winnen in de tweede race van de 3. Ja. Ik moet hier naar nog eentje. En dan stond ik daarna bij de derde, stond ik wel zelfverzekerd op stap. En dan zei ik wel, kom op, doe het gewoon, kom op, doe het. Ja. Ja. Omdat ik ook wel weet, die jongen is ook heel moe. Tuurlijk. En ik heb net niet het achterste van mijn tong laten zien. Misschien hij ook niet. Maar het ging mij makkelijker af dan dat het bij hem ging. Ja. En dan probeer ik me er zo wel te focussen van, je kan het, doe het. Ja, tuurlijk. Dus dat zeg ik hem wel tegen mezelf. Ja, cool. Nou, niet hardop, maar wel. Ja, in jezelf, dat is belangrijk inderdaad. Ja, hartstikke goed. Een van de dingen die we ook doen en heel belangrijk, steeds meer belangrijk zijn, is goede slaap. Ja. Je zei het al, ik train er veel ochtend. Sowieso train je nog steeds wel in de ochtend. Ben je... Morgen ook, maar het was om 8 uur, dus het viel mee. 8 uur is dan nog uitslapen. Ja, enigszins. Ja. Vergeleken met 6 uur, dat heb ik dinsdag en woensdag gedaan. Ja. Dan heb ik wel een tukje nodig. Ja, want jij doet dan aan een powernap in de middag als je een ochtendtraining hebt gehad? Nee, niet per se een powernap. Normaal gesproken ga ik gewoon 2 uur naar bed. Nee, als het kan. Als ik, bijvoorbeeld een zaterdagochtend is bij ons normaal gesproken, vandaag nog niet, maar om 6 uur. Ja. En aangezien ik op zaterdag niet naar werk hoef, en de zaterdagochtend doe ik dan wel ten opzichte van de gedurende week, dan ga ik gewoon, kom ik om 8:30 weer thuis bijvoorbeeld, dan slaap ik al tot 11 uur. Ja. Omdat ik gewoon ook die uren slaap wel heb gemist ten opzichte van mijn normale nacht. Ja. Dus dan ga ik niet alleen maar een 30 minuten slapen, want dan heb ik alsnog een soort van slaaptekort. Ja. Dus dan probeer ik het in te halen. Ja, hartstikke goed, hartstikke goed. En doe je dat dan ook meer bewuster, vast meer bewuster dan vroeger toen je jong was en dacht je, ik kan elke wedstrijd sporten, maakt niet uit hoe laat ik per se naar bed toe ga. Of was je daar toen op jonge leeftijd ook al mee bezig, dat je altijd vroeg naar bed ging om voor wedstrijden? Ik zou nu ook niet zeggen dat ik per se echt heel veel mee bezig ben. Nee. Ik weet wel dat als ik op een groot toernooi ben, op een eindtoernooi, dan
dan doe ik wel vaak tussenmiddag slapen en dat doe ik eigenlijk nu gedurende de week. Kan er niet met werk, maar ook in het weekend niet per se. Nee. Maar dat komt meer omdat ik er dan wel behoefte aan heb. Omdat ik in de ochtend dan vaak al wel iets heb gedaan en toch een bepaalde focus van je nodig heeft. Ja. En dat geeft toch zo ook vermoeidheid. Ja. Dus dan slaap ik 1,5 uur in de middag. Ja. En vroeger zou ik er wat minder mee bezig zijn geweest, denk ik. Ook omdat het me misschien iets minder uitmaakte vroeger. Ja. En nu maakt het me wel uit, maar het grootste voordeel komt pas als ik op de wedstrijd zelf ben, denk ik. En dan heb ik er ook wat meer tijd voor. Dus dan laat ik het ook toe dat ik gewoon dat uur wel ga slapen. Maar het is niet zo dat jij door de week s'avonds op een bepaalde tijd naar bed gaat en dat je dan... Ja, bijvoorbeeld, ik heb gisteravond, ik was met 2 vrienden een biertje aan het drinken, die wonen verderop in de straat. Yeah. De periode is er nu voor dat ik dit een beetje vrije tijd heb. En dit ook dus coach, als je kijkt. Ja, daar weet ik van. De volgende keer doet hij zelf mee als het is. Okay. Jonge coach. Nee, maar ik was me er wel van bewust ook dat ik er niet altijd veel moest gaan drinken. Yeah. Want ik had vanmorgen gewoon ochtendtraining. Yeah. En ja, ik moet wel die training draaien. Yeah. Dus 2 van hun zijn nog een heel wat langer gebleven. Ja. Maar ik met een andere jongen zijn gewoon die ook vanmorgen ook zendt. Ja. Ook zendt. Ja. Zijn we om 1:30 gewoon terug naar huis gaan. Ja. Dus gewoon niet al te gek gemaakt natuurlijk. Nee, grappig. Ja, want daar hadden we het net ook even over voordat we het opnames hadden gemaakt. Over het verschil tussen de topsportcultuur en hoe jij met je sport omgaat. Tuurlijk. Hartstikke professioneel, maar op een iets andere insteek dan topsporters die misschien geen bier zouden drinken, geen biertje zouden drinken. Misschien ook wel af en toe hoor, dat kan ik niet inschatten. Maar wat ik zo gaaf vind aan jou, daarom wilde ik jou echt heel graag interviewen, is dat jij gewoon op best wel latere leeftijd medailles hebt binnengesleept en naar die Olympische Spelen bent gegaan. Terwijl je niet op het allerhoogste, of ja, hoe zeg je dat? Terwijl je niet altijd die topsportgroep zat, zeg maar. En altijd plezier bent blijven houden. Ja. En daar zou ik heel graag mee willen eindigen met hoe heb je dat gedaan, bewust gedaan of onbewust gedaan? Heb je tips voor sporters? Want er zijn zoveel sporters die niet in de topsportcultuur passen of het net niet halen op jonge leeftijd. Jij zei ook wel, fysiek was je misschien ook wat later ontwikkeld vergeleken met leeftijdsgenoten. Dat je niet je hoofd laat zakken en door blijft gaan met hetgeen waar je van houdt, plezier in hebt en dan toch te ophalen. Ja, het belangrijkste, het is heel cliché, maar is gewoon plezier hebben in hetgeen wat je doet. Ja. Kijk, tot 2 jaar geleden was de grootste geldprijs die ik ooit met Zwemmen had gewonnen, €150 voor een kwalificatiewedstrijd voor de WK. Dat is een serieus belangrijke wedstrijd. Ja. Dus ik kan echt wel zeggen dat ik niet, tot 2 jaar geleden, dat ik niet voor het zwemmen, voor het geld aan het zwemmen ben. Nee. Financieel haal je er niks uit. Nee. Maar ik vind het wel leuk en ik wil graag weten waar mijn plafond ligt. Helemaal nu het zo goed gaat. Ja. Nu het zo goed gaat. Ja. Dus dat is gewoon belangrijk, dat je het leuk vindt wat je doet. Een goede groep om je heen met leuke mensen is wel heel handig daarin. Ja. Kan je niet altijd helemaal uitkiezen, maar dat helpt. Gelukkig heb ik dat. Maar over af en toe een biertje kunnen drinken. Tuurlijk, ik ben echt heel professioneel op basis van wanneer het eigenlijk niet kan. Dus dan doe ik het ook niet. Nee. Omdat het of je spierschade minder snel helpt herstellen. Ja. Of een mindere nacht is ook niet goed. Want dan draai je misschien een minder goede training de volgende ochtend. Ja, tuurlijk. Maar ik heb wel het mazzel gehad dat ik gedurende mijn jeugd misschien, dus wel na junioren leeftijd, gewoon niet mijn talent naar boven kon drijven. Dat was gewoon niet mijn goede periode in het zwemmen. Ja. En tijdens de middelbare school was ik op zich kon leuk zwemmen. Ik deed altijd mee bij de beste van Nederland, maar ik was ook niet echt bij de beste, de top van Nederland. Nee. Ook niet van mijn leeftijd. Dus dat daar heb ik best wel veel ben ik uitgegaan en wel van een beetje dat leven ook geproefd. En ik kan me goed voorstellen dat als jij altijd alleen maar in die soort van bubbel zit en prioriteit 1 je topsport maakt, dat is ook heel goed, maar ik denk dat je af en toe ook het een beetje moet laten vieren en tijd moet nemen voor sociale dingen. Ja. Want anders loop je er tegenaan dat je uiteindelijk gewoon spijt van hebt dat je bepaalde dingen niet hebt gedaan. En dan wil ik niet zeggen dat je laveloos moet zuipen of dat een gemis is als je dat niet hebt gedaan. Dat is helemaal niet zo. Nee. Maar gewoon überhaupt sociale dingen. Dus dat je wel een keer een training, al is het maar 1 in het jaar, die mag je echt wel overslaan hoor.
Maar hij heeft geen enkele invloed op je prestatie aan het einde van het seizoen. Nee, nee. Maar vaak wordt het wel gedacht dat als je alleen maar in het regime zit en alleen maar traint, dat als je één training niet doet, dat het je niet helpt. Nee. Wat ik persoonlijk wel, ik denk juist dat het heel veel energie kan geven als je juist iets leuks doet. Met vrienden of met je familie, of maakt niet uit met wie. Ook als het een keer dus in conflict is met een trainingstijd. Ja. Maar die ene training, kijk, het moet niet consequent en elke week. Dat moet niet, nee. Want je moet wel consequent en structureel je trainingsdingen blijven doen. Maar die ene training, dat gaat het verschil niet maken. En ik denk wel dat je, als je dan die leuke dag hebt gehad, dat je daar in ieder geval positieve energie uit haalt. Weer wat hebt om naar uit te kijken over een volgende periode. En dat je uiteindelijk gewoon helpt ook met het minder missen van de dingen die je dan niet mist bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Dus dat heeft mij in ieder geval geholpen. Ja, ja. Dus als je dan de jonge sporters die er net tegenaan zitten, maar het niet hebben gehaald in de jeugd, het wel leuk vinden, ja, blijven proberen. Ja, je hoeft niet per se te slagen in een topsportsetting. Ik denk dat ik daar bewijs van ben. Ik ben al een hele lange tijd nu niet meer in het Nederlands team. Nee. Ik ben vorig jaar op heel wat afstand een Nederlands recordhouder geworden. Voornamelijk op de 50 vrije slag dan. Ja. Lang en kort. Wat je zou jou niet misschien is. En dat riedeltje wat je net gaf, ja. Dat hoeft niet per se binnen een topsportregime. Nee. Het is de intrinsieke motivatie die je moet hebben wel om ver te komen. Maar ik denk dat het voornamelijk, vanuit intrinsieke motivatie, dat voornamelijk komt met iets wat je leuk vindt. Ja, mooi. Goed. Okay. Wil ik daarmee afsluiten? Ja, goed. Dankjewel. Succes. Dankjewel.